Terwijl de stoelendans in Politiek Den Haag volop gaande is, wil de kiezer richting de verkiezingen maar één ding weten. Hoe krijgen we alle vastgelopen dossiers in ons land in beweging? En wat is eigenlijk de diepere inhoud van de belangrijkste vraagstukken? In BNR's Big Five van de politieke vraagstukken ga ik daarom deze week in gesprek met vijf kopstukken. En elk van die kopstukken vertegenwoordigt een ander belangrijk vraagstuk, zodat we echt de diepte in kunnen gaan. Maar voordat we de problemen uit Splitsen. eerst een uh, algemene overview want dat is ook super belangrijk om dat te doen en dat doe ik met Lena Beekman onze eigen politiek verslaggever hier op BNR. Die dagelijks op het binnenhof loopt, maar nu even, ja, de zeker, studio Amsterdam even naar uh, is. Amsterdam afgereisd, <laughs> Diana. Ja. ja, fijner te zijn. Super dat je daar uh, uh, bent. Uh, je staat trouwens in een heel mooi uh, rijtje, want later deze week ontvang ik Ed Nijpels, Kim Putters, Jeroen Dijsselbloem en Wouter Bos. Dat is een heel mooi rijtje. Ja. Ja, ook wel. Uh, ik, ik ga gewoon eerlijk en kwetsbaar zijn op de radio. Ook wel een beetje intimiderend om in dat rijtje te staan. Want dat zijn wel echt hele grote namen, maar ik mag het dus aftegappen. Ja, ja, zeker. En uh, we hebben jou niet voor niets gekozen, want je moet altijd het totaal begrijpen mm -hmm. voordat je elk vraagstuk aan zich uh, kan begrijpen. Dus heel fijn dat we met jou uh, mogen beginnen. BNR beurs. Elke werkdag beursnieuws over wankelende banken. De lijst van schandalen. Dat krijg je niet op een nieuwe wc rol, zolang is. het. Met de vooruitziende blik van een analist. BNR beurs. Speciaal voor de slimme belegger. Um, ik ga straks natuurlijk een beetje over die stoelen met jou praten. Wat er nou allemaal ja aan de hand is. We moeten ook een beetje terugblikken misschien nog. Maar voordat ik dat ga doen, uh, twee belangrijke vragen. Het eerste is, stel je staat nu op een groot televisie-verkiezingsdebat. We weten van ons, zegt hij wel, dat het echte inhoud ingaat. Kijkt uh, of het hem lukt. Maar wat is nou de vraag... die jij aan de lijsttrekkers zou stellen? Hoe ga je het betalen? We kunnen allemaal mooie plannen maken. Er zijn hele grote problemen in de Nederlandse samenleving. En wat we de afgelopen jaren gezien hebben, is dat er eigenlijk voor veel problemen geen scherpe keuzes zijn gemaakt. En uh, ik verwijs dan ook even naar het jaarverslag van de Raad van State. Daarin zeiden ze: maak scherpe keuzes, niet alles kan. En als je een keuze gemaakt hebt, voer het dan, en dat klinkt heel logisch, maar voer het uit met helder, simpele wetgeving. En de afgelopen jaren hebben we het precies het tegenovergestelde gezien. We hebben gezien dat er geen keuzes gemaakt werden. En als er al. Een keuze gemaakt werd, was het een compromis met wetgeving dat door de Raad van State nogal, mm -hmm. nogal vaak teruggestuurd is. Oké, okay, interessant uh, om straks ook van ja. jou te horen wie dan het beste verhaal heeft als het gaat om over, over de betaalbaarheid. En dan gaan we ook over de belangrijkste thema's uh, praten. Maar het tweede wat ik nu van je zou willen weten, we zien in aanloop naar de verkiezingen een nieuwe politieke generatie uh, opstaan. Tegelijkertijd ook minder ervaren politiek leiders. Hoe merk je dat in jouw dagelijkse werk? Nou, er is wel een andere wind gaan waaien in uh, politiek Den Haag. We hebben nieuwe gezichten hebben we te maken. Dat is af en toe ook een beetje onwennig. We hebben bijvoorbeeld Timmermans nu bij GroenLinks Partij van de Arbeid rondlopen. Maar hij is nog niet in Den Haag aanwezig. Hij is nog niet zoals sommige, sommige mensen dat noemen in de kaastop. Dus Timmermans, ja, ik heb hem één keer ontmoet toen hij voor het eerst met de achterban in gesprek ging in Den Haag. Maar verder heb ik Timmermans nog niet gezien. En ja, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Dilan Ja die kom je toch nog wel eens tegen. Ja. En uh, nou ja, bij, partij, bij het CDA bijvoorbeeld, ja, een hele nieuwe frisse wind met een lijsttrekker die voor veel mensen nog onbekend zal zijn, Henri Bontebal. Voor de BNR-luisteraar, overigens niet, want hij is een expert op het uh, gebied van uh, energie, mm -hmm. hij is uh, ook vaak bij ons op zender geweest. Uh, maar er hangt, ja, ondanks dat het een kleine partij dreigt te worden... merk je bij die CDA-fractie... Ja, uh, er is een frisse wind gaan waaien. Mm -hmm. En wat dat betreft, en dat is niet alleen bij, uh, bij, bij het CDA... maar ook hè, doordat de Partij van de Arbeid en GroenLinks samengaan... Uh, hangt, uh, hangt daar ook een andere sfeer. Hè? Die fracties die gaan echt samen... Uh, we gaan natuurlijk afscheid nemen van een hoop mensen. Ja. Ja, het, is, uh, het is even anders. Ja, het dus is, we het wel... is het anders werk. Is het niet trouwens heel erg gek dat Timmermans nog niet goed bereikbaar is om jullie werk te kunnen doen? Want uiteindelijk moeten jullie voor ons ook die scherpe vragen stellen. zodat wij eigenlijk antwoord krijgen op die belangrijkste vragen. En hij, en hij loopt dan nog niet rond. Nee, we hadden hem ook eigenlijk nadat hij gepresenteerd werd in de achterban. hebben we hem niet gezien. En ook toen het verkiezingsprogramma kwam. konden we hem niet spreken. En er was volgens mij één vandaag. Mm -hmm. die, hij was in het land. En vandaag heeft hem wel gesproken, maar wij bij BNR konden dat niet. En dat, was, dat vond ik wel jammer, ja. Het oh, ja, lijkt nu... me ook wel zorgelijk dat je dat soort mensen niet <laughs> kan spreken, toch? Ja, nou ja, voor, voor mij was dat op dat moment niet mogelijk. Mm -hmm. uh, nogmaals, een collega kon het, kon het wel doen. Maar ja, het is dan toch prettig om dan de lijsttrekker, direct wel even bij de microfoon te hebben. En nou heeft hij uh, gisteren een lezing gegeven. Daar hebben we weer een hoop gehoord over zijn visie, waar hij met Nederland naartoe wil. Maar nou, Timmermans wil ik graag een keertje weer uh, voor de microfoon hebben. Dat kan ik je wel vertellen. Ja. Ja, dit is dus hoe jouw werk veranderd is eigenlijk. De, de, nou ja, het, eigenlijk ligt het hele speelveld uh, open. En dat merk je ook in jouw werk. Merk je dat de partijen het zelf ook best wel een beetje spannend vinden? Dat, hè, bedoel, ze, ze hebben al hun pijlen altijd gericht op Rutte. Nu is Rutte weg, de gezamenlijke vijand. En moet je toch. Opnieuw je positioneren. Nou, wat ik vooral gemerkt heb, is dat de partijen het heel spannend vonden uh, om ja, te wachten tot de vraag beantwoord werd: wat gaat Pieter Omzicht doen? Omdat we natuurlijk ook uit peilingen weten dat als Pieter Omzicht van de partij zou komen, en dat heeft hij gedaan, dat hij het potentieel heeft om bij alle partijen, van links tot rechts, van conservatief tot progressief, kiezers vandaan te halen. Mm -hmm. En dat zien we nu ook terugkomen in, uh, in de peilingen. En politieke partijen. Dus nogmaals, van links tot rechts. Ja, zaten staat toch echt af te wachten. Wat gaat Omzicht nou doen? En wat gaat dat uiteindelijk voor ons betekenen? Ja. Ja, en dat, was, uh, dat is een vraag die nu nou, niet meer boven de markt hangt. Maar ja, het is nog wachten op het verkiezingsprogramma van Omzicht. Het is ook kijken in hoeverre hij het debat hè, en ook de verkiezingsthema's kan blijven domineren. Want hij doet dat op dit moment. Hè, bestaanszekerheid. En uh, het terugwinnen van vertrouwen. In de overheid, de rechtsstaat versterken. Nou, daar horen we alle partijen nu over spreken, ook de VVD. En de VVD zou toch echt wel liever over migratie en asiel willen hebben. Of over, uh, dat heeft dan wel met de rechtsstaat te maken, maar over veiligheid. Maar daar dat gaat het op het moment niet over. Nee, dat het toch gaat over de zekerheid. Uh, uh, zekerheid. Ik vraag me toch af, zijn die uh, politiek leiders niet nu ook heel onzeker omdat de tijd ontzettend kort is? En ze willen ook breken met het verleden. Dat hebben ze uh, continu gewild. Maar is dat mogelijk om die breuk ook te realiseren? Gaan we echt een radicale koerswijziging zien vanaf het tijdperk Rutte? natuurlijk Bij de vorige verkiezingen hebben we een belofte ook vanuit D66 gehoord. We gaan een nieuw Élan, een nieuwe bestuurscultuur gaan we realiseren. Dat is niet gelukt. Het is eigenlijk ook niet zo gek als je met dezelfde partijen verder gaat... en voor een deel ook met dezelfde bewindspersonen... als het kabinet daarvoor, de Rutte 3. Mm -hmm. Hebben ze de bewindspersonen wel allemaal van de departementen afgehaald... en ergens anders neergezet? Achteraf ook de vraag of dat een goede keuze is geweest... Maar nu gaan we echt zien dat we nemen afscheid van Rutte... we nemen afscheid van Hoekstra, we nemen afscheid van Kaag. Dan ga je automatisch, denk ik, een andere politieke wind krijgen. Nou vind ik het wel vrij frappant dat je ook ministers... bijvoorbeeld Dylan Jezioegus je of uh, 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 onze klimaatdrammer... zoals hij zichzelf noemde, ja, Jette... Jette. Uh, zij hebben natuurlijk verantwoordelijkheid genomen in Rutte 4... en zeggen nu: Ja, wij, gaan, wij zijn de nieuwe generatie en wij gaan het allemaal anders doen. Nou ja, en als we dan naar de VVD kijken en naar de lijsttrekker. Ja, de lijsttrekker heeft op asiel en migratie acht maanden lang gesproken om tot een oplossing te komen. En uiteindelijk is het kabinet erop geklapt om nu de verkiezingen in te gaan met het verhaal: Ik ga het probleem voor u oplossen. Dan vraag ik me af, maar wat heeft u dan de afgelopen acht maanden gedaan? Bij de VVD zullen ze dan zeggen: Ja, met die andere partijen. Konden we geen afspraken maken. Mm -hmm. zij, wilden, zij wilden simpelweg niet met ons meegaan. Uh, maar je had wel de sleutel in handen. Je kon de puzzel leggen. En het is niet gebeurd. En op het moment dat je dan weer over migratie wil gaan praten, dan zou je het echt met hele andere partijen moeten gaan doen. Mm -hmm. Want met de vorige partijen kan je er in ieder geval niet uitkomen. Dus als nee, de Maar VVD... het is niet eens een thema eigenlijk. Dat is best misschien wel. Ja, het is nu nog geen thema. Wat denk je? Gaat het heel snel uh, draaien? Ja, ik, ik vind het moeilijk om, uh, om daar voorspellingen over te doen. Want op dit moment hebben we het heel erg over bestaanszekerheid. En ik heb een vermoeden dat we het over bestaanszekerheid uh, zullen blijven hebben. Zolang er niet iets gebeurt in de samenleving, waardoor we het ineens over iets anders gaan hebben. Dus. Mochten er ineens heel veel mensen naar Nederland toekomen, en er komt weer een crisis bij Ter Apel, dan zou het zomaar een groot verkiezingsthema kunnen worden. Nou, op dit moment is dat het even niet. Maar dat is eigenlijk toch wel erg. Want dat wil zeggen dat het nog steeds heel erg ad hoc is. Terwijl we hebben continu gehoord... we hebben visie nodig voor Nederland. En nu schets je eigenlijk dat... Uh, ja, het is toch wel een beetje op de relletjes uh, uiteindelijk sturen. Ja, dan wil ik bestaanszekerheid geen rel noemen. Nee, want bestaanszekerheid treft nee. heel veel belangrijke thema's... waar Politiek Den Haag nu voor staat. Het gaat niet alleen over... hoe zorg je ervoor dat mensen niet... Uh, door het ijs zakken, hè, Dat mensen rond kunnen komen van het salaris. Uh, hè, of van de uitkering uh, die ze krijgen. Het raakt ook uh, het fiscaal stelsel. Mm -hmm. en hoe gaan we het inrichten? Hoe zorgen we dat we van de uh, toeslagen afkomen? Kunnen we kinderopvang gratis maken? Maar uh, het raakt ook de woningbouw. En hoe zorgen we ervoor dat iedereen een betaalbare woning krijgt? En dat er woningen voor iedereen zijn. Wat dat betreft raakt het automatisch ook migratie en asiel. Want sterk verbonden met het vraagstuk over, uh, over wonen. Wonen raakt stikstof weer. Nou, en zo kunnen we eigenlijk wel doorgaan. En ook met de energietransitie. Hè? Energietransitie. Energiearmoede gezien, dus wat is, dat het is het ons... ook een duidelijke link. Precies. En dat zegt Timmermans ook. Timmermans zegt: ja, we moeten niet vergeten. Iedereen moet mee kunnen. Hè? We moeten ervoor zorgen dat die energietransitie dat het niet alleen hè, dat we naar een frame toe gaan mm -hmm. waarin het belangrijk gevonden wordt voor mensen met geld, en dat iedereen die dat geld niet heeft om de zonnepanelen op zijn dak te zetten, een elektrische auto te kopen en een warmtepomp in zijn huis te installeren, dat zij zich niet zouden bekommeren om het, uh, om het klimaat en het milieu. De, en dat, is de, dat heeft hij denk ik gelijk in. Dat, dat is ook wel degelijk, maken hm? zij zich er ook zorgen over. En je moet ze wel, zoals het dan heel mooi nu in Den Haag uh, heet, je moet ze erin meenemen, ze moeten het kunnen meemaken. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app: breaking news meldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.